ben Kelly Stessen en namens MBMC Plus Sport en Beweegt gaan we samen een heerlijke buik, benen, billen workout doen. Het gaat ongeveer een half uurtje duren en ik weet niet of je morgen of overmorgen heel blij met me gaat worden, maar het gaat in ieder geval wel leuk zijn. Als je het samen doet met collega's of met andere mensen wat niet in je gezin is, zorg voor die anderhalve meter afstand. Voor vandaag heb je ook alleen maar jezelf nodig, lekker veel energie en een matje, want we gaan ook naar de grond toe. We beginnen met een combinatie benen en billen. Ik doe zo meteen eerst eventjes alle bewegingen voor en vervolgens gaan we ze samen doen. Het zijn vier verschillende oefeningen. We beginnen met een normale squat, billen naar achteren en je komt omhoog. De tweede oefening, dan blijven we hier beneden in de squat en we duwen onze knieën naar buiten en in. Dus dan pakken we meer die billen erbij. Vervolgens gaan we in een halve squat gaan we een stap zetten en terug op en neer. En we eindigen met een jump squat. Dus je springt omhoog. 2 minuten aan 1 stuk dus squatten. Want iedere oefening gaan we 30 seconden doen. Na een heel rondje hebben we eventjes rust. En dan doen we het nog een keer. Dus we gaan het best wel voelen. Goed, als je muziek op de achtergrond wil hebben, zet dan nu eventjes je playlist op. Ik ga de timer aanzetten en dan gaan we beginnen. We gaan met een normale squat beginnen. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, squat is naar beneden toe en je komt recht. Handen gebruik je mee naar voren. Op het moment dat je omhoog komt, dan duw je je knieën naar buiten toe. En kijk hoe diep je komt. Als je niet tot 90 graden komt, is het niet erg. Hè? Gewoon op je eigen niveau meedoen. Let erop dat je je buik intrekt en dat je borst vooruit is. Zo meteen blijven we beneden. Gaan we die knieën naar buiten toe duwen. In 3, 2, 1. Oké, ga dus naar beneden toe. En je doet je knie naar buiten en terug. Naar buiten en terug. Tijdens deze oefening blijf je je borst vooruit houden en navel intrekken. Als het goed is begin je het al te voelen. Wordt het te heftig, dan ga je een heel klein beetje omhoog en doe je hetzelfde. Goed naar buiten toe duwen en terug. Zometeen gaan we stappen naar links en naar rechts. In 4, 3, 2, 1. Oké, dus eerst halve squat, grote stap naar de zijkant en terug. En we blijven laag. Je bovenlichaam is super strak. Navel in. Echt als een plankje. En zo meteen gaan we naar de laatste en de meest pittige. De jumping squat. In 4, 3, 2, 1. Oké, naar beneden. En als je omhoog komt, een jump. Als je last hebt van je knieën, dan doe je zonder jump. Dan kom je gewoon recht. En wil je meer uitdaging, dan doe je in 1 keer achter elkaar door. En anders is het jump, weer squat. Jump, kom op. Nog 12 seconden en dan hebben we even rust. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. Rust. Half minuutje rust. Schud even uit. Poepoe, niet alleen maar die benen, maar ook die longen die gaan lekker klapperen, die gaan op en neer. Die worden goed getraind. Je weet wat gaat komen, we doen het hele rondje nog 1 keer. Even diep inademen via je neus. Vasthouden en uit. Maak je klaar, normale squats in 3, 2, 1 en zakken en omhoog. Je voeten staan onder je heupen een heel klein beetje verder naar buiten toe. Niet te smal, maar ook niet. Ik zie sommige mensen zo heel breed staan. Echt op heupbreedte, dan een klein beetje naar buiten toe. Zo maak je die squat. Zo meteen blijven we beneden. Gaan we die knieën naar buiten toe duwen. In 5, 4, 3, 2, 1. Zakken. En naar buiten toe duwen die knieën. En terug. Naar buiten toe. En terug. Naar buiten toe. En terug. Kom op, hou de tempo vast. Je gaat niet helemaal naar binnen, want dat is belastend voor je knieën. Maar je duwt er gewoon extra naar buiten. En weer terug naar midden.
rest van je lichaam is strak. En we gaan zo meteen stappen in 5 seconden. We beginnen te voelen in de benen. Kom op. In 3, 2, 1. Dus eerst halve squat. En dan een grote stap naar de zijkant. En we blijven laag, dames en heren. Je komt niet recht. We blijven laag en we blijven stappen. Hou die spanning op die benen. Navel in. Borst vooruit. Bovenlichaam helemaal strak. En we eindigen zo meteen met de laatste 30 seconden jumping squats. In 5, 4, 3, 2, 1. Oké, normale squatpositie. Zakken en jump. Zakken en jump. Kap. Dat is de laatste 30 seconden. Hierna gaan we naar andere oefeningen. Goed met die billen naar achteren toe. En wil je meer in die laatste 15 seconden achter elkaar door? Probeer er mooie vloeiende bewegingen van te maken. In 5, 4, 3, 2, 1. Oké, dat voelden we. Eventjes losschudden. Pak even één enkel vast. Als je moeite hebt met je balans, pak je ergens aan vast. Eventjes kort die beenspieren rekken. En wisselen. Oké, nu gaan we even puur naar de billetjes. Mooi ronde billen krijgen. Je gaat naar je matje toe. En we gaan 2 verschillende oefeningen met elkaar afwisselen. Ik doe ze eerst weer eventjes voor. Vervolgens gaan we ze samen doen. De eerste is een donkey kick me naar de zijkant. Een clam noemen ze dat. Je gaat op je handen en op je knie staan. En je, net als een hondje wat gaat plassen, trek je je knie op en terug. Maar die ga je niet helemaal op de grond zetten. Je houdt hem een klein beetje van de grond af. Je trekt hem omhoog en weer terug. De eerste 30 seconden doen we dit. De tweede 30 seconden houden we hierboven vast en maken we kleine pulsen. De derde 30 seconden gaan we echt die donkey kick omhoog doen. We kicken omhoog in 90 graden. En terug. Bij deze hetzelfde. Je zet hem niet helemaal terug. Maar je maakt continu vloeiende bewegingen. En ook bij deze gaan we aan het einde hier bovenin pulsen. Are you ready? Gaan we in 5, 4, 3, 2, 1. Oké, we beginnen met dat plassende hondje naar de zijkant. Knie raakt niet de grond. Maak bewegingen op je eigen tempo. En probeer die heup ook vrij stil te houden. Je gaat niet helemaal meedraaien met je lichaam. Dan voel je je bil helemaal niet. Over 10 seconden gaan we pulsen. 1, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, we houden hem hierboven. En kleine bewegingen. Dat voelen we. Is het te erg? Heb je te veel kramp? Dan ga je eventjes terug en vervolgens pak je hem weer op en bovenin pulsen. Kom nog 12 seconden. Dit is een pittige. Kom op. Nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oké, die hak die gaat nu de lucht in. Een donkey kick. Het voel je net even anders in die billen. Je kikt omhoog en terug. Halverwege, zo meteen gaan we weer pulsen. In 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dus nu gaan we bovenin blijven pulsen. Hele kleine bewegingen hier bovenin. Hou vast. Is het weer te heftig? Eventjes terug. Onderrug maken, rechterrug maken en weer pulsen. Nog 10 seconden. We voelen die verzuring. Kom op. Nog 4, 3, 2, 1. Andere kant, want we hebben 2 kanten. Ik draai even om, dan kun je het hier ook het beste zien. We beginnen met het plassende hondje naar de zijkant toe. Ondanks dat we die net niet getraind hebben, voel je deze hier ook echt aan die zijkant.
Nog 10 seconden en dan gaan we pulsen. In 4, 3, 2, 1. Oké, bovenin vasthouden. En hele kleine bewegingen maken. Hou die heup recht. We voelen die verzuring komen. Kop. Is het te heftig? Dan eventjes terug. Laat die spanning er vanaf gaan. En vervolgens trek je hem weer omhoog. En doe je kleine pulsen maken. Nog 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En we gaan naar die donkey kick. Dus je gaat eerst weer recht staan. En dan ga je met die benen 90 graden de lucht in. Kick omhoog. Hou vol, hou vol. We voelen die verzuring weer. 10 seconden, dan gaan we pulsen. In 4, 3, 2, 1. Oké, eerst even goed recht staan. En dan benen de lucht in en pulsen. Kleine beetjes bovenin. Hou die heupen recht. Kom op. Ook hierbij je navel intrekken. Blijf kleine bewegingen maken. Is het te heftig? Eventjes terug. Rechte rug maken. En vervolgens weer bovenin kleine pulsen. Hou vol. Laatste 6, 5, 4, 3, 2, 1. Woehoe! Dat was pittig, hè? Oké. Kom eventjes recht staan. Schud even die benen los. Oké, je voelt nu langzaam die verzuring uit je billen trekken nu we staan. Het gaat eventjes goed. De doorbloeding die wordt niet lekker gestimuleerd nu we staan. De volgende oefening is een sumo squat. Een sumo worstelaar, die staat altijd lekker zo heel erg breed. Ik doe eventjes mijn broek een beetje optrekken voor zometeen. Die staat heel breed. Knieën wijzen naar buiten en de tenen wijzen naar buiten. Hier gaan we ook squatten. Dus eerst omlaag. En omhoog, omlaag en omhoog. Zelfs bij een normale squat, navel in, borst vooruit. De tweede 30 seconden blijven we laag. En doen we om en om onze hak optillen en laten zakken. Dus je krijgt omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Ja. Challenge. Oké, dit gaan we in totaal 2 rondjes doen. Na 1 rondje hebben we even 30 seconden rust om onze benen weer even uit te kicken. En dan gaan we naar het tweede rondje. Are you ready? Ga goed staan. Benen echt breed. Knieën, check ze. Ze wijzen naar buiten. Tenen wijzen naar buiten. Klaar gaan we in 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Zakken en omhoog. Zakken en omhoog. Je voelt dat dit anders is dan een normale squat. Je voelt het meer aan de achterkant van je benen. Misschien ook wel een beetje aan de binnenkant van je benen. Denk nog aan die navel in, borst vooruit. En zometeen gaan we die challenge aan met die hak omhoog te brengen. En weer omlaag in 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laag en nu 1 hak omhoog, andere hak omhoog, 1 hak omlaag, andere omlaag. Omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Bovenlichaam moet stil zijn. Anders lukt dit niet. Hou het gecontroleerd. Kop, navel in, borst vooruit. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. Schud die beentjes er even los. Even 30 seconden rust. En dan gaan we naar rondje 2. En dat is ook de laatste ronde van deze. Oké, maak je klaar. Brede stand. Check even je knieën. Wijzen ze naar buiten. Check ook je tenen. Wijzen ze ook naar buiten. Gaan we in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En zak en op. Hoe, kap. Knieën. Ook bij deze belangrijk dat je ze echt naar buiten toe duwt. Want net omdat je nu al zo breed staat, zijn ze een beetje, ja, ze willen een beetje naar binnen toe. Dus duw die echt goed naar buiten toe. Kijk ook hoe ver je kunt zakken.
ga zo diep als mogelijk. De een kan heel diep, de ander die kan maar kleine pulsjes, maakt niet uit. Je moet het op je eigen niveau doen. En we gaan zo meteen met die hakken omhoog in 3, 2, 1. Zakken gaan we. Hakken omhoog, 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 omlaag, omlaag, omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. En we gaan door. En zit jij wel nog in die halve squat? Niet rechtkomen, hè? We blijven in die halve sumo squat. En om gaan die hakken omhoog, omhoog, omlaag, omlaag. Nog 5, 4, 3, 2, 1. En dan. Oké. Schud weer even los. Weet je wat we gaan doen? We gaan eens lekker op ons buik liggen. Goed, we gaan ons weer eventjes focussen op onze billen en onderrug. Misschien ken je wel de Superman. Normaal gesproken doe je dan armen en benen tegelijkertijd van de grond af. Maar nu gaan we ons echt focussen op die benen en op die billen. Dus je handen mag je leggen waar je wilt voor je. Onder je gaat gewoon lekker op liggen. Wat je gewoon fijn vindt. Maar die benen, die gaan we wel de lucht inbrengen. We gaan ook bij deze gaan we 4 verschillende oefeningen doen. Ik leg ze weer eerst even uit. Vervolgens gaan we ze weer samen doen. De eerste is, je brengt ze omhoog en omlaag. Probeer die benen, ook die bovenbenen, van de grond af te halen. Vervolgens gaan we hier bovenin gaan we tappen. Dan houden we hem vast. En dan gaan we nog flutter kicken. Dus we zijn 2 minuten lang, houden we die beentjes van de grond af. Denk maar, the floor is lava. Niet aanraken. Goed. Ben je er klaar voor? Gaan we beginnen. Oh, als die mee wilt werken. In 10 seconden. Dus gewoon omhoog halen die benen. En omlaag. In 5, 4, 3, 2, 1. Omhoog en omlaag. Probeer ze zo hoog als mogelijk op te tillen. Hoofd. Mag je gewoon, je mag naar je handen kijken. Je mag lekker liggen. Misschien ben je buiten. Ben je in het zonnetje. Kun je lekker zonnen terwijl je nu je bentjes aan het optrekken bent. Heerlijk dan toch? In het zonnetje aan die billen werken. Om straks mooi in de zomer op het strand te kunnen paraderen. Zometeen gaan we tappen. In 3, 2, 1. We houden hem hierboven vast. En die voet tegen elkaar aan tikken. Die voetzolen. En nu voelen we hem nog meer in die benen. En in die billen. Kom op. Probeer je benen ook gewoon helemaal gestrekt te houden. Dus niet dit. Dan zijn je bovenbenen op de grond. Dan is de hele spanning weg. Zometeen houden we hem vast van de grond af. In 4, 3, 2, 1. Hold. Houden ze van de grond af. Houden ze van de grond af. Kop, kop. Ik wil even checken hoe ik ze eigenlijk heb. Ik zie dat nooit. Kop, nog 20 seconden. En dan gaan we vervolgens naar de laatste 30 seconden. Die flutterkicks. Hou vast, hou vast, hou vast. In 10 seconden. En dan gaan we naar de laatste 30 seconden flutterkicks. En dan gaan we ook weer door naar andere oefeningen. Dus alles wat er nog in zit. Floor is lava. Van de grond af. Kom op. Yes. Flutterkicks. 30 seconden lang. Oeh, die voelen we nog meer. Hou eens van de grond af. Hou eens van de grond af. Kleine bewegingen. Goed je buik ook aanspannen. Want misschien ga je het een klein beetje in je rug voelen. Kom op. Dit is mindset. Dit is mentaal. Doorgaan, doorgaan. Laatste 11 seconden. Blijven bewegen die beentjes. In 6, 5, 4, 3, 2, 1. En los. Oké. Billen naar achteren toe. Handen naar voren. Eventjes die rug een rek geven. Oké. We gaan eventjes die hartslag heel snel verhogen. Binnen 2 minuten. We gaan 2 verschillende oefeningen met elkaar afwisselen. Ook weer bij de 30 seconden, maar nu geen rust ertussen. De eerste is een sprong in, uit. Sprong in, uit. In, uit. In, uit. En we blijven laag, continu. Dat is de eerste. De tweede is een lunge. Een grote stap naar voren toe en terug. Dit gaan we met elkaar afwisselen.
Twee rondjes achter elkaar door. En daarna gaan we naar de buik. In 4, 3, 2, 1. Jump out en in. Kom, 30 seconden. Heb je last van je knieën? Dan ga je klein, breed. Klein, breed. Klein, breed. En dan mag je nu ook naar de andere kant toe gaan. Heb je geen last? Jump, jump. Kom op. Zometeen lunchen. Navel in, borst vooruit. In 5, 4, 3, 2, 1. Oké, grote stap naar voren toe. En terug. Navel in, borst vooruit. Handen op je heupen voor je balans. Hartslag kan een beetje dalen. Maar ondanks dat dit makkelijker misschien aanvoelt, is die toch best wel moeilijk. En blijft die hartslag hoog. We gaan zo meteen weer springen. In 3, 2, 1. Oké, jump out. In, kom op. Heb je dus last van je knieën? Stappen. En dan zeg ik zo meteen de 15 seconden zijn om. En dan ga je dan naar de andere. Yes, wisselen. Anders gewoon, oh, gewoon jumpen. Laag blijven. Die verzuring voelen. Kop. Hou vol, hou vol, hou vol. Nog 3, 2, 1. Lunchen. Grote stap naar voren toe. En terug. Oh, nou vindt een hond het ook helemaal fantastisch, zie ik. Die komt hier naartoe. Oh. Oh, lunchen zijn minder aantrekkelijk. 15 seconden nog. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Klasse. We hebben nog één spiergroep vandaag. Wel al indirect gebruikt, maar nog niet echt de focus opgelegd. We eindigen met buikspieren. We gaan. Oh, ik moet zelf nog op adem komen. 4 verschillende oefeningen doen. Ieder weer 30 seconden. Aan het eind heb je 30 seconden rust. 2 rondjes. Allereerste oefening. Je gaat handen onder die billen. Je duwt je benen zo ver als mogelijk de lucht in. Trekt ze in. En je duwt ze naar voren net boven de grond. En trekt ze weer in. Dit is de oefening. Vervolgens zetten we onze voeten neer. We komen recht omhoog. Zo hoog als lukt. Vervolgens komen we helemaal recht. Handen in elkaar. Voetjes van de vloer. Links, rechts aantikken. Lukt dat niet? Is dat te zwaar? Zet je voeten op de grond. Maar zorg ervoor dat je goed mee indraait. En we eindigen met de plank. Dus je draait je om. En even gewoon een halve minuut planken. Op de tenen of op de knieën. Je ziet, het verschil is alleen mijn knieën. De rest van mijn lichaam is hetzelfde. Ik zie sommige mensen dit doen. Dit is geen plank. Dus zorg ervoor dat je heup goed naar voren staat. Oké, we gaan in 3, 2, 1. Voeten de lucht in, billen van de grond af. En uitstrekken. De lucht in. En net boven de grond uitstrekken. En probeer met die billen hoog de lucht in te gaan. Zo hoog als het lukt. Zometeen gaan we die pulsen maken, die crunches. Kleine bewegingen in 3, 2, 1. Zet je voeten neer, handen omhoog. En je maakt kleine bewegingen alleen met dat bovenlichaam. Probeer niet uit je nek te trekken. Probeer echt te focussen op die buikspieren. Kijk naar het plafond, kijk naar één punt. En je trekt echt vanuit die buikspieren omhoog. Nog 10 seconden en dan gaan we naar de twist. In 5, 4, 3, 2, 1. Voetjes van de vloer. Links, rechts. Twisten. Is dit te heftig? Dan zet je je voeten neer. Maar je maakt wel een hele mooie rotatiebeweging met dat bovenlichaam. Anders is het een armbeweging. We zijn hier voor de buik te trainen. Nog
10 seconden en dan gaan we 30 seconden planken. Dat is dan de laatste oefening van deze ronde. In 4, 3, 2, 1. Planken. Draaien om. Kies je optie of op de tenen of op de knieën. Hou vast. Die handen uit elkaar. Dan pak je nog meer die buikspieren. Hou vol. We zitten op de helft. Nog 15 seconden te gaan. You can do this. Als je begint te trillen, dat is heel normaal. Gewoon volhouden. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1 en los. 30 seconden rust. Eventjes die spanning van die buik af laten gaan. En dan doen we het zo meteen nog één rondje. Laatste rondje. 2 minuten. Dat is alles. Dan zijn we helemaal klaar. Gaan we alvast lekker liggen. Beginnen in 10 seconden. Handen goed onder die billen. Ter ondersteuning van je rug. In 3, 2, 1. Gaan we voeten de lucht in. Zodat die billen van de grond afkomen. En dan trek je ze in en net boven de grond uitstrekken en weer intrekken. Probeer die billen zo hoog als mogelijk van de grond af te krijgen. Trekken vanuit die buik. Ik kom even niet uit mijn woorden. Excuses. Nog 6, 5, 4, 3, 2, 1. Crunches. Dus voeten op de grond, handen de lucht in. Kleine bewegingen bovenin. Je trekt met die bovenste buikspieren jezelf omhoog. Niet uit je nek. Probeer je nek echt te ontspannen. Nog 8 seconden en dan gaan we naar die twist. In 5, 4, 3, 2, 1. Voetjes van de vloer. En indraaien links, rechts. Goed indraaien met het bovenlichaam. Cool, dames en heren, laatste 45 seconden. En dan hebben jullie een heerlijke 30 minuten BBB erop zitten. Nog 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Laatste 30 seconden planking. Cool, snel omdraaien. Kies je optie of op de tenen of op de knieën. Handen uit elkaar. Anders kun je een beetje voetelen vanuit je schouders. Hou vol. Geen tenten. Ook niet inhangen. Heel belastend voor je onderrug. Probeer hem recht te houden. Kijk eventueel in het raam of in een spiegel. Laatste 8 seconden. Hou vol. Navel in. Hou vol, hou vol. Laatste 3, 2, 1. Dan. Woe! Super. Nu gaan we nog maar één dingetje doen. En dat is lekker rekken en strekken. We beginnen, die hebben we net ook al gedaan, met de billen naar achteren toe. Handen naar voren. En je hoofd tussen je armen. Je duwt je armen naar de grond toe. Eventjes die rug ontlasten. De spanning ervan afhalen. En even een beetje op adem komen. Goed. Nu ga je vanuit hier je knieën en je handen. Probeer je één voet meer naar voren te halen. Dat doe je door één been te rekken en die andere meer naar voren te halen. Dus vanuit hier is het één been rekken en die andere die haal je naar voren. Achterste been laat je zakken en dan laat je helemaal naar voren toe vallen. En dan voel je de rek in je pil. Heerlijke rek vind ik dit altijd. En we gaan wisselen. Dat doen we als volgt. Handen terug. Dat been gaat weer omhoog. Zodat het ene been naar achteren toe kan. Haal je de andere naar voren toe. En weer zakken. Je mag helemaal naar beneden toe gaan als dat lukt. Als je het maar voelt in je bil. Dat is het belangrijkste. Oh.
Oké, ga eventjes op je billen zitten. Voeten naar voren. Nu trek je één voet zijkant naar je toe. Kijk even of het lukt om die voet echt zo ver als mogelijk tegen je lichaam aan te krijgen. Sommige mensen die komen tot hier, is ook prima. Maar probeer hem zo dicht als mogelijk te halen. Dan ga je je handen naar achteren toe bewegen. En dan zul je merken dat de rek al komt in je bovenbeen. Wil je meer rek, dan ga je naar je ellebogen toe. Als je nog meer rek wilt voor de flexibele mensen, die mogen helemaal lekker gaan liggen. En dan voel je hem, als het goed is, in je bovenbeen. Oké, eerst helemaal recht komen, dan kun je je voeten wisselen. Andere been naar de zijkant, dan ga je naar achteren, naar je handen of naar je ellebogen. Of je gaat helemaal plat liggen. Hou het even vast. Even goed dat been rekken. Die hebben hard gewerkt vandaag. En om spierpijn te verminderen, ik wil niet zeggen voorkomen, maar verminderen, is dit wel even lekker. Kom heel omhoog. Dan doen we nog eentje voor de billen, want de billen hebben we echt vandaag super zwaar gehad. Je legt één voet, dus bijvoorbeeld je linkervoet, op je rechterknie. Dan ga je met beide handen, pak je achter je rechtervoet vast. Dus eerst linkervoet op rechterknie. Je pakt achter je rechtervoet vast. Je rolt naar achteren en trekt die voet naar je toe. Of in ieder geval dat been naar je toe. Je voelt dan de rek in je billen. En dit is tevens ook een fijne voor je onderrug, want op deze manier wordt de onderrug echt naar de grond toegeduwd. Oké, laat los. Kom even recht zitten. Nu rechtervoet op linkerknie. Je pakt met allebei de benen de achterkant van je linkerbeen vast. Je rolt naar achteren toe en trekt dat been naar je toe. De rest van je lichaam mag gewoon lekker liggen. Als je die rek maar in je bil voelt. Oké, even omrollen op je buik. Laatste rekbeweging. Handen op schouder. Hoogte en je duwt jezelf zo ver als mogelijk omhoog. Yoga positie, Cobra. Blijven ademen. Eventjes loslaten. Adem en duw jezelf weer omhoog. Kom op eigen tempo recht staan. We gaan even links rechts draaien. Lekker voor die onderrug. En we gaan één keer diep inademen. Maak je lang, adem in. Helemaal uitrekken. En los. Zo. Hopelijk heb je een heerlijke workout gevonden. Blijf water drinken, blijf bewegen om zo snel mogelijk van die spierpijn af te komen. Als je dit leuk hebt gevonden, like ons dan alsjeblieft op Facebook. En heb je nog tips of ideeën voor ons, laat ons dan weten. Want we staan altijd open om nieuwe trainingen en leuke dingen, wat jij graag wilt zien, voor jou te ontwikkelen. Hopelijk tot de volgende keer. Doei doei!